Nou, Ilse, dat was een leuk stukje clownerie wat jij ons hebt laten zien. Nou, dankjewel. Ik heb het toch wel heel leuk gevonden om het te doen. En vooral erg dankbaar dat jij zo last minute kon inschrijven, want dat is altijd een stressmoment. Heb je een opname een dag gepland en dan, oh ja, dan wordt er iemand ziek. Ja, dat gebeurt. Vooral op deze tijd. En dan, wat doe ik met dat gat ertussen? En ja. Jij bent gekomen en je hebt ons iets laten zien en iets van jezelf laten zien. Dat vond ik vooral ook heel bijzonder. En dankjewel. Ja, ik ben nog gevonden voor last minute. En ik denk dat nou ook die spontaniteit, de gelegenheid, iets dat ik daar dan gebruik van maak, weet je wel. Dus ik vond het heel fijn om wat te laten zien. Ja, want jouw achtergrond is, kom je uit Hilversum al? Nee hoor, ik ben een ziel, een aangespoelde ziel ben ik hier. Ik woon hier wel heel fijn, omdat ik ben gewoon ook een natuurfreak. En dat vind ik gewoon hier ook heel bijzonder, de hei en zo. Ik ben echt een voordat je het weet zit je ook al zo in Zandvoort, hou ik ook al van hoor. Goed. Dus wat dat betreft vind ik hier heel veel hier fijn. Ik was vrij jong dat ik uit Zeeland wegging, dus vandaar. Ja, en theater heb je gedaan? Ja, ik heb dus 13 beroepen gehad en 14 ongelukken. En toen heb ik auditie gedaan voor Theaterschool Amsterdam. En toen ben ik gelijk aangenomen. Dus toen dacht ik van nou ja goed, er zit er toch misschien wel wat in. En ik heb het echt als een warm bad ervaren die hele tijd op de theaterschool. En ik ben meer met de dansexpressie en het clownerie ben ik meer mee bezig gegaan om dat meer uit te beelden, uit te verbreden. En ik heb ook veel binnen de theaterschool dat je meer in je lichaam moet komen en eigenlijk juist zorg dat de expressie niet te veel in je gezicht komt. Want je kan natuurlijk wel zo gaan bewegen. Maar het is ook wel de bedoeling dat je lichaam erbij komt. En dan hadden we dus de Commedia dell'arte maskers. Dat komt dus uit Italië. Het was een enorm waanzinnig theater. Ik doe me even mijn neus af hoor. Maar dat zijn allemaal maskers, dat werd in Italië vroeger gebruikt om buiten op podia's werd een enorme komedie neergezet. En die maskers, die ene masker is een capitano, die heeft een grote neus en dat is een grote status. En je hebt maskertjes die heel friemel zijn en veel meer dit. En je zo een beetje zo, ja, ik ga jou wel pakken hoor. Weet je wel, dus dan kom je meer in dat soort spel en dat heeft mij ook wel heel erg geholpen om vrijer te voelen met mijn lijf. Er meer uit te halen als dat wat erin zit. Ja, en je gaf ook aan, clownerie is voor jou ook echt een soort levensmotto. Ja. En waar zit hem dat dan in van de clownerie? Wat is dan, wat vind je zo speciaal? Goed, het verschil is dat, ten eerste is er in mij, in ieder geval ervaar ik een grote druk dat ik me enorm moet aanpassen in de maatschappij. En dat geeft mij zo'n druk dat ik behoefte heb om een soort wereld te creëren waarin ik de clown een leven geef. En dat is een soort tweede natuur. Het spel van de clown is het spelende kind. En als je kijkt naar kinderen, die zijn nog heel puur, ze zijn nog heel spontaan, ze voelen zich heel vrij, ze hebben geen boundaries. En daar wil ik iedere keer naar terug. En dus als ik gewoon kijk, ik kan wel, dan kom ik weer thuis en dan, godverdomme, het is toch weer een grote dag geweest. En dan ga ik een beetje muziek opzetten en dan doe ik zo die neus op en ja, dan probeer ik eigenlijk de wereld opnieuw te ontdekken. Dus dan kijk naar jou en dat vind ik toch wel bijzonder, die ik had altijd zo ja. Ja. God, die schoenen. En dan heeft die stoel. Wat fantastisch eigenlijk. Dus eigenlijk ben je alles opnieuw aan het herontdekken. En dat kan je weer ontdekken in die stoel. En wat een leuk hoekje. Die hoort het hoekje hier. Zo.
Nee, kikkerboe. Kikkerboe. Ja, en dan, je kan je er ook nog eens achter verbergen. Nou, ik vind het eigenlijk geweldig. Nou, en dan kan je ook in samenspel doen met anderen. Maar het is een spelende kind. Wat mij constant blijft... Ja, dat blijf ik naar op zoek. Ik ben het waarschijnlijk gewoon vaak kwijt in deze harde wereld. Die nu steeds harder wordt door corona. Zo. En je vertelde ook dat het juist de clownerie ook een soort communicatiemiddel is bepaalde mensen die juist het moeite hebben met communiceren. Ja. Ga je daar een voorbeeld van geven? Nou ja, omdat je als clown andere aspecten gaat gebruiken dan alleen maar praten. En heel veel mensen die verstandelijk handicap hebben of die een herseninfarct hebben gekregen of die kunnen dus niet hele gesprekken aan en daar kan je ook zelf niet hele gesprekken mee voeren. Dus daar is de clown bij uitstek een enorm mooi middel om wel mee te communiceren. Dus veel meer de expressie en of mensen die Alzheimer hebben, die zijn eigenlijk helemaal ook verstoken van de taal. Want die kunnen, ze zitten vaak in een wereld die niemand begrijpt, maar de clown wel. Want de clown gaat daarin mee. En dan gaan ze even mee in die wereld van die mensen en dan is het misschien maar 5 minuten. En als je mee kan gaan en je wiebelt ook een beetje mee, dan is mijn dag, heb ik een super goede dag, heb ik. Dat vind ik echt een van de mooiste dingen. Dus spontaniteit voor mij ook, die bij de clownerie die bij mij eindelijk eens een keer los mag komen. Ik voel me ook vaak zo alsof een keel wordt dichtgeknepen in deze maatschappij. Ja, dus eigenlijk is het een soort overlevingsstrategie bijna ook, de clown. Zou je zonder clown kunnen leven? Nee, maar ik heb het al van kind af aangehaald. Ik was altijd de clown thuis ook, omdat het ook allemaal niet zo... Dus het is ook een masker van mij. Ja, het is een masker. En humor is echt een overlevingsstrategie bijna dan? Nou ja, ik bedoel, als clown kan je ook vreselijk huilen en lachen. Ligt heel dicht bij elkaar. En humor kan ook heel plat zijn. Ik zoek wel de meerdere aspecten van die humor. Ja, en je zei ook van ik speel de clown niet, ik ben de clown. Ja. Dus dat is voor jou, je acteert niet. Nee. Je laat de clown in jezelf aan ons zien eigenlijk. Ja, dat is wel wat het mooiste is. Als het echt is, dan is het het mooiste. Ja. Nou, volgens mij is dat een prachtig eind van het interview. Ja, als het echt is, nou laten we vooral op zoek gaan naar de echtheid in de maatschappij. Ik denk dat we er allemaal wel iets aan kunnen hebben. En nog eventjes over je koffertje. Ja. Prachtig koffertje. Ja, prachtig koffertje. Ik zou hem bijna willen vragen, maar goed, dat doen we niet. Je wil hem hebben zeker, hè? Nee, dat is oké. Okay. Ik kan hem ook zien. Ja, ik heb al zoveel koffertjes. Dat komt helemaal goed. Maar het is leuk ook al die clownsgezichtjes erop. Ja, clownsgezichtjes. Die heb ik een workshops gegeven aan kinderen en... ik dacht van, ik laat, die wist ook helemaal niet wat de clown is. Die denken alleen maar Bassie of Adriaan. Nee, Adriaan is een akkerbouw. Maar toen dacht ik ook van, ik zet alvast die gezichtjes op. Om gewoon ook, een clown die mag zijn gevoel ook meer laten zien. Dus die mag boos zijn, die mag huilen. En ik denk soms ook wel dat we in deze tijd daar steeds minder contact mee maken. En is het voor kinderen makkelijker om een clown te spelen dan voor volwassenen als je workshops hebt gezien? Zeker weten. Bij kinderen moest ik echt een cirkel op de grond en dan, want die vloog natuurlijk alle kanten om. Volwassenen die hebben juist niet van, die hebben echt die knijpen hun armen zich samen, hè? En hoe krijg je ze dan los? Door ook zo'n workshopje aan te bieden, zo'n stom workshopje van zoek de clown in jezelf en maak een beweging die jij bent niet durft, maar je clown wel en spreek iets in jabbertalk. Ja, dan krijg je diegene een beetje los en dan gaan ze lachen om elkaar en dat vinden ze, dan heb ik een goede workshop gegeven, vind ik zelf. Nou, leuk.
Ja. En nou, dankjewel voor je komst. Ja, ook heel erg bedankt. En wie weet later nog een keer live optreden of workshops van jou. Ja, hier workshops, ja. Ja, dat zou wel heel leuk vinden. Als het straks allemaal weer mag. Ja. Ja, dat is natuurlijk ook een beetje. Oké, bedankt. Ja. Dag. Vergeet je koffietje niet.